Mens en Mode wordt mede mogelijk gemaakt door Tunte. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mens en Mode. En Annemarie, het gaat een beetje eentonig worden, maar we gaan weer een leuke dag tegemoet. Althans, in dit geval, dat hoop ik. Want we hebben afgesproken met schaatser Margot Boer, die natuurlijk heel succesvol was op de afgelopen Olympische Spelen. En toen ik haar belde en haar uitnodigde voor het programma en haar vroeg wat we zouden gaan doen, wat zij wilde gaan doen, toen zei ze, nou kom gewoon maar naar de skielenclub Oost-Veluwe hier in Heerde. En dan ga ik jou verrassen. Dus ik hoop niet dat ik aan de krachttraining moet en gewoon voor gek gezet wordt tussen de dames. Jij gaat in ieder geval, ga jij haar stylen. Dus we gaan naar binnen gaan we ontmoeten. Dus op naar de grote verrassing en op naar Margot Boer. Leuk. Hey. Hey Martin. Hallo. Ik zeg net, ik ben benieuwd wat jij voor mijn petto hebt. Ja. Hoi. Hoi. Annemarie. Hi. Margot. Hallo. Hi. Is het niet voor mij, hè? Nou, ik dacht eigenlijk, ik wilde eigenlijk je meenemen naar het schaatsen, maar ja, de ijsbanen zijn dicht. Ja. Dus ja, het dichtst waarbij in de buurt komende is iets gevaarlijker. En dat wordt skileren. Dus ik heb ongeveer maatje 42, ja? 43. Heb je goed ingeschat. Wat heel veel kijkers niet weten, is dat jullie eigenlijk zomers meer doen nog dan 's winters, want zomers wordt al vanaf april, mei? Ja, april, mei gaan wij altijd al weer aan de bak en dan trainen. Vooral heel veel duur en heel, ja, gewoon vooral heel hard trainen om de basis te leggen voor de winter. Annemarie gaat jou, zoals je weet, stylen. Die wil jij dan natuurlijk wel even gesproken hebben. Ja. Dus ik laat het heel even aan jullie over en dan ga ik me mentaal voorbereiden, want ik wist dat er iets ging komen. Ik hoopte alleen dat je me niet, ze heeft me ooit eens met een elastiek, misschien zien de mensen dat nu, hebben ze me in jullie team die trainingsoefeningen laten doen. Ja. En dat ging, nou, ik denk anderhalve sprong. Ja, dat was geen succes, nee. Vanaf dat moment heb ik respect voor je gekregen. Want vanaf dat moment wist ik dat je echt hard moest trainen. Ja, want ik bakte er niks van. Ja, maar ik ben in ieder geval blij dat ik dat vandaag niet hoef te doen. Nee. Dus ga je gang. Dat gaat het komen. Nee, ik heb al behoorlijk wat sportieve types in de uitzendingen gehad. Ben jij ook in het dagelijks leven heel sportief gekleed? Of? Ja, dat is heel anders. Meestal juist wat chiquer, omdat ik dan de hele dag in mijn sportkleren loop. Dan heb ik s'avonds wel een beetje moderne, chique erin. Okay. En, maar ja, ik ben wel van de wisselende stijlen. Dus het is ook maar net hoe mijn dag is, hoe ik me voel eigenlijk. Oké, okay. Ja, dat is ook heel goed inderdaad. Ja. Dat is echt, okay. Maar ik hou er wel van om een beetje netjes aan te kleden. Oh, nou. Dat hadden mensen misschien niet altijd achter je gezocht, maar dat ga ik daarmee aan de slag. Ja. Jij gaat naar de winkel? Dat is goed. Ja. En ik ga me omkleden. Ja, doe voorzichtig. Kom hier, kom heel hard. Komt helemaal goed. Ja. En, nou, tot straks. Ja, doei. Doeg. Nou, dit is makkelijk. Dit is maatje 42. Ja, die moet passen, denk ik. Ja. We kunnen ze straks wel eventjes bij de bankjes aandoen. Dat is misschien makkelijker. Maar ik denk wel dat je hem wel moet leren, want er zit geen rem op. Nee, asfalt remt en de borden aan de kant remmen ook. Nee. Nee. Zo'n dag wordt het dus. Nee, het gaat helemaal goed. Ik ga me omkleden, ik weet niet of ik nog terugkom. Ja, doe maar. Doei. We hebben al wat gelachen, want ik heb natuurlijk die skiles aan moeten doen. En stiekem hebben we al even een rondje gereden. Ja. Maar Margot is een beetje gemeen. Wat zegt ze? Doe ze eens. Je moet even de basisoefeningen doen, zegt ze. Ja, we moesten even een basisoefening doen. Maar, laat ik daar nog maar niet aan beginnen. Daar gaan we nog niet aan beginnen. We gaan eens even houding, denk ik, doen. Voor de veiligheid, of niet? Ja, maar het was een geintje van je asfalt, remt en de boarding ook. Maar het is wel zo, want als je gaat, dan doet het pijn. Ja, dan doet het pijn, ja. Dus we hebben ook gras aan de kant. Dus dat, als je echt denkt, van, we gaan te hard of ik val. Dan ga ik lang uit. Gaan we het gras in dan. Ja. Maar eerst sowieso altijd dat je altijd je knieën gebogen hebt. Want dan ben je gewoon stabieler. Ja. En dan gestrekt ga je achterover. Ja. En de armen een beetje actief. Want met vallen en als ze gestrekt zijn en een beetje, je bent niet echt helemaal aan het opletten. Dan zijn de polsen en het sleutelbeen is het eerste kwetsbare wat gebeurt. Ja? Nou, laten we een stukje gaan beginnen. Dus door de knieën? Door de knieën, ja. En dan een beetje afzetten. Hé, even over jou. Dat was wat, hè, van de winter. Ja, dat was wel
bijzonder moment was dat. Want even voor de mensen, iedereen weet natuurlijk dat je twee bronzen medailles, maar zijn ook twee bijzondere geweest, hè? Ja, nou ja, sowieso. Oh, pas op, blijf. Ja. Nee, ja, het was voor mij, ik heb heel hard gewerkt en het was de eerste medaille op de 500 meter voor de vrouwen ooit op de Spelen. Ja. En ja, voor mij natuurlijk de eerste Olympische medaille ooit. En daarna nog een tweede op de 1000 meter, een bronzen plak. En die was ook bijzonder? En die was ook bijzonder, ja. Want het was gewoon de eerste vrouw die dan op beide afstanden een medaille pakte. Ja? En ja, eigenlijk voor mij, dit seizoen had ik nog niet op het podium gestaan tijdens de World Cups. En dan tijdens de Spelen op het podium. Ja, net er tegenaan altijd, ja. Hè? Ja, en dan... net op het podium komen op het moment dat het moet, dat was wel ja, was super bijzonder. Ja, dat is vooral eigenlijk wel een paar droomdagen voor mij. Wow. We gaan even, terwijl ik hier verder ploeter, naar Annemarie, want die is inmiddels in de winkel aangekomen. Kijk. Om voor jou drie setjes uit te zoeken. Kijken wat het eerste setje geworden is. En dan ga ik diep helemaal zitten. In stijl. Wauw. Een van mijn favoriete items van dit jaar is de jumpsuit. Heel gemakkelijk met een slippertje eronder of een pump. En je bent eigenlijk al klaar. Nou, dat is eigenlijk ook een heel comfortabel item. Dus ik denk dat mijn god het wel gaat aanspreken. Dus daar ga ik mee beginnen. Nou, we hebben dus eigenlijk een heleboel verschillende printjes, kleuren. Ik ga voor een vrij neutrale tint. Een blauwe tint, donkerblauw. Staat erg mooi bij haar bruine haar. En hier overheen ga ik voor een blazer. Om het wel iets, ook nog iets netter te maken. In een zachte, ja, roze tint. Een hele frisse combinatie. En ik maak het weer af met een sjaal. Met een mooie grafische print. Ook wat het blauw wat terugkomt in het pak. Mijn eerste set. Ik heb soms het gevoel, dan zie ik jou en dan denk ik, ja, ik zit al, dat heet diep zitten. Ja, diep zitten. Ik zit al diep. Ja. En dan denk ik, ja, maar wacht even, ik kan niet verder, maar jij zit nog eventjes. Ja, klopt. Want ga eens op je diep zitten. Maar je denkt van, nou kan ik echt niet dieper. Hier, ik denk... Buiten het feit dat mijn buik in de weg zit, maar ik denk dat ik diep zit. Ja, maar nou, dat zie ik dus niet. Ja, je zit wel redelijk diep, maar moet ik zeggen nog. Ja. Alleen het gaat er zeg maar om dat deze hoek ja. tussen je knie en je bovenbeen 90 graden is. Aha, zo. Dus je moet zeg maar nog net iets dieper dan. En vanuit daar ga je eigenlijk afzetten. Dus. Ja, dan heb je en je rug is een tafeltje. Ja, een klein beetje ietsje boller aan de onderkant, maar wel de schouders. Hij op, ligt wel ja. ook bijna horizontaal. Ja, in principe, want ja, de wind moet er natuurlijk overheen komen, dus... Laat jij eens een rondje zien? We gaan even een rondje laten zien. Kan je ook tijdens het rondje vertellen wat je dan doet voor de kijkers? Nou, ik zal mijn best doen. Tot zo! Oké. Okay. En een toptijd, hè? Wel opletten, hè? Ja, ik kijk. Oké. Okay. Nou ja, we gaan natuurlijk eerst even diep zitten. Goed in de houding. En hier is het een beetje glad, dus ik moet even oppassen. Even wachten, hoor. Oké, nou gaan we goed in de houding vanuit de heupen schaatsen, schouders omhoog en eigenlijk goed afzetten. En dan heb je volledige strekking en daardoor maak je een beetje snelheid. Dan komen we in de bocht, dus het ook vanuit de heupen, goed de heupen in, schouders opzij en een lange afzet. Je zit eronder, je zit eronder. Hou hem vast, hou hem vast. Zo moet het. De tweede set gaat een set worden met een grafische print. Een broek, ook weer wat wijder vallend. Lekker comfortabel, maar ook heel gekleed met weer een pump eronder of een slippertje. Nou, deze broek neem ik in ieder geval mee. En je kunt hem dragen met een, zoals hier wat hij gedragen met een wat langer vest, een zwart vest. Maar ik doe er een korte jasje op. Met een heel mooi, ja, een chic materiaal. Om het ook wat gekleder te maken. En ik maak het af met een top. Ook een hele mooie, ja, soepelvallende stof. Met hele mooie roesjes aan de voorkant. Wat het ook weer heel vrouwelijk maakt. En ik ga me gooi mee verrassen. Jij bent nu 28. Over 4 jaar zijn er weer Olympische Spelen. Ja, ieder jaar heb je je WK's. Hoe denk jij nu? En wat ik ook belangrijk vind, hoe ga jij met je toekomst om? Want ik weet dat je nog studeert. Ja, klopt. Ik heb sowieso al een studie economie al gehaald, al bachelor. Ja. Dus ik heb al een beetje een basis. Maar ik ben nu inderdaad aan het studeren. Ik studeer psychologie.
om daar misschien na mijn schaatscarrière wat mee verder te doen. Nou ja, we hebben nu natuurlijk net een vierjarig traject achter de rug met de Spelen, wat heel succesvol is geweest. Want jij bent 4 jaar geleden met Marjan, Marjan Timmer, jouw coach. Ja. Zijn jullie doelbewust, hebben jullie het mikpunt is geweest Olympische Spelen Sochi? Ja. En succesvolle kon het bijna niet, hè? Nee, klopt. Ja, 4-jarenplan en 2 podiumplekken was het resultaat uiteindelijk. En een supermooi team hebben we in die 4 jaar op kunnen zetten. En dan heb je de komende jaren inderdaad de WK's als hoogtepunten. Ja. En, de komende 2 jaar? Ja, de komende 2 jaar. Ik kijk in 2 jaar en dan nog een optie voor 2 jaar om te kijken of het dan live nog fit genoeg is. En het plezier er nog steeds is om naar de volgende Spelen te gaan. Je kan tot 36 door zijn, dus misschien nog wel 2 spelers. Maar dat is wel een beetje te veel van het goede misschien. Maar uiteindelijk, één moet op zich is mogelijk inderdaad. Ja. Maar het is wel heel super dat wij gewoon ook wel kunnen studeren. Want het is gewoon niet mogelijk om naar gewone normale universiteit te gaan. En wat wil je dan worden als je later groot bent? Als ik later groot ben? Ja? Heel gelukkig. Nee, ik weet niet. Ik ben me een beetje aan het oriënteren, een beetje met mensen aan het kijken. Het schaatsen is gewoon een hele kleine wereld. Ja. En ik ben afgelopen jaar een beetje bezig mee het kijken wat de wereld nog meer te bieden heeft in petto. En dat ben ik nu een beetje aan het ontdekken. En daar kan ik de komende jaren mooi voor gebruiken. Dus, we gaan naar de winkel, maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog een verrassing voor je. Jij moet je sowieso nog even omkleden. Ja, ik ga even naar de kantine. Benieuwd. Mag heeft mij verteld dat ze toch wel van wat neutralere tinten houdt. Daarom ga ik bij de laatste set voor een fris, vrolijk blouseje. Om er toch iets anders mee te geven. Namelijk deze. Hij is heel mooi om te kunnen knopen. Ik heb zelf ook een blouseje aan wat je van tevoren knoopt. Dat maakt toch iets sportiever en lekker jong, lekker fris. Dus deze ga ik meenemen. Daarbij krijgt ze een broek. Wel weer in een neutrale kleur. Ja, een zwarte broek. Om het er niet te druk te maken. Wel met een hele mooie coating. Die hem ook weer speciaal maakt. En ik maak de set af met een mooi chic wit blazertje. Jong, maar toch ook gekleed. En hiermee ga ik naar de paskamer toe. Nou, had ik nog een verrassing voor je. Ja. En dat is een beetje verlaat. Maar in Sochi was natuurlijk alles oranje. Dus ik heb oranje moorkoppen laten maken. Lekker. Het is wat later, maar goed, het is uit een goed hart. En ik zou zeggen, alsjeblieft mevrouw, jij mag het verdelen. Na het genieten van het oranje gebak gaan de altijd vrolijke Margot Boer en ik, Annemarie achterna, naar de Tuntenvestiging in Raalte. Hoe is het gegaan? Goed, rondje 1,32 laag. Ja, ja. Hij heel laag. Hij deed heel goed. Op het asfalt. Oh. Maar we hebben maar 20 minuten in de uitzending, dus deze wedstrijd is voor jullie. Ja, want ik ben hier mijn gang gegaan. Ja. En de meeste mensen zullen jou kennen van sportieve outfits. Dus ik ben toch wel iets voor de wat chiquere stijl gegaan. Maar je gaf ook al aan dat je dat ook al veel draagt in je vrije tijd. We gaan het gewoon passen en we gaan richting de paskamer. Zoals iedere week heeft Annemarie ook deze week weer een modetip. Maar nu even wat anders, want ik ben namelijk de paspop. Ik moest erbij komen. Ik snap dat niet. Nou, je past helemaal in het plaatje vandaag. Want mijn modetip gaat over blauw. Niet alleen over spijkerstof, maar over blauw in het algemeen. Maar goed, jij bent in de spijkerstof. Zelfs de teennagels van Annemarie zijn blauw. Jij hebt zelf een iets donkere, niet heel donker, maar iets donkere tint spijkerbroek. Ja. Met een hele lichte spijkerblouse. Ja. Een hele mooie frisse combinatie. Ik heb moeite om het serieus te houden. Maar ik merk het. Als pap, ik doe mijn best om de lachende paspop. De levende paspop. Dus de modetip is blauw. Ja, blauw. Blauw, 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 blauw. Pas bij jou. We gaan naar Go. Kijk of ze al. Of doet hij ook wat blauw zo? Blozend in het blauw. Nou, inderdaad. Ook jij bent in het blauw. Ja, super gaaf. Staat je goed? Oh, dank je. Ja. Het is leuk om je keer in een andere kleding te zien. Ja, het is wel. Ik heb dit zelf nooit aan, maar ik vind het echt super mooi. Ja. Oké. Ja, ik kan nog even in de spiegel kijken, maar. Want een jumpsuit is dat. Het zit hem zo heel lekker, dus dat wil ik. Ik draag het zelf ook best wel vaak. Het zit lekker aan. Ja, het zit heel lekker, heel comfortabel. En het is ook nog chic, dus daar hou ik heel mooi van. Ja. Ik heb nog 2 andere sets voor je, dus. Ik ga snel de volgende set. Ja, is goed. Ik ben erg benieuwd wat je daarvan vindt. Yes. Ik heb het idee, ik zie dat het de laatste 1,5 jaar dat jullie heel erg aan het moderniseren en aan het veranderen zijn. Wat zijn daar de grootste veranderingen in geweest?
grootste veranderingen zijn allereerst ruimtes en presentatie hulpmiddelen in de winkels. En daarnaast proberen we op de inkoopgebied, op collectiegebied, proberen we ook duidelijkere presentaties, duidelijke collecties ingekocht. Ik heb het gevoel ook moderner, jonger, frisser. Ja, ook moderner, frisser. Je kunt er niet altijd een leeftijd aan hangen, maar we proberen ook wel iets jonger te zijn. Ja. Maar ook voor de wat minder jonge klant hebben wij denk ik hele leuke collecties in huis. De komende maanden, wat gaat er dan nog voor spannends gebeuren? Nou, wij timmeren heel erg aan de weg met dames en heren. En soms moet je wat proberen en op het herengebied zijn we flink aan het uitbreiden. Ja. En dit najaar gaan we zelfs in een aantal winkels een testje doen met schoenen, bij passende schoenen. Wat leuk, dan gaan we vooruit. Ja, we gaan er zeker vooruit. Ja, set nummer 2. Ja. Ben je heel iets anders? Heel iets anders, ja, maar wel echt super hip. Ja, vind je het hip? Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. Het is ook hip. Ja. Ja, het staat ook heel mooi. Volgens mij past het ook heel goed bij je persoonlijkheid. Ja, en dit is inderdaad meer de kleuren en dit is echt, past wel echt bij mij. Ja. Ik heb het ook heel goed dragen, want nu heb je dan een jasje eroverheen. Dat was gekleden. Maar het is ook een hele mooie top om gewoon zo te dragen, zonder, zonder jasje. Echt, ik vind het echt een super mooie combinatie. En, hou je deze aan of zeg je van, ik pas de laatste set nog ik aan? Ik wil het laatste setje ook nog even, wat je voor me uit hebt gezocht. Oké, nou. Ja? Ja. Oké. Gaan we die zo zien. Oké, ik ga hem aandoen. Eindelijk was afgelopen winter was dat succes wat zo zwaar verdiend is, was daar. En Margot heeft die jarenlang net tegenaan gezeten. En hoe klein die verschillen zijn. Wat eigenlijk, misschien is het wel 20% meer in je hoofd. Want trainen doen ze bijna allemaal hetzelfde. Maar in ieder geval heb ik gezien hoe hard die ervoor moeten werken. En ik denk, heren voetballers, dat jullie daar soms wel eens een voorbeeld aan kunnen nemen. Want hier wordt echt voor de sport geleefd. En ze verdienen een prak minder. Petje af. Zo. Yes. Outfit nummer 3. Wauw. Ja. Of niet? Ja, wauw ja. Weer heel anders. Ja. Maar wel echt super cool printje. En echt een mooie broek. Zit ook lekker. Ja, het past ook weer goed bij jou. Want het is wel toch een stoere broek. Ja. Doordat het lijkt bijna een beetje een leereffect wat erop zit. En dat, is er geen leren broek dan? Mooi. Nee, goed zo. Margot. Ja, precies. Ik heb de benen van Margot Boer aangeraakt. De bronzen benen. Oh, trouwens, nog even wat anders. Nou. Eén ding valt me een beetje tegen van je. Oh jee. Want ik vond het een beetje lullig om te vragen. Ja. Dus ik heb het niet gedaan. Ik ging ervan uit dat je die medailles bij je zou hebben. Maar pech. Ja, die zijn een beetje te zwaar. Ja. Die liggen mooi thuis opgeborgen. Maar kijk, ik heb van een vriendinnetje van mij een mooi kettingtje gekregen. Met 2 oh, wat lief. Mini medailles eraan. Zodat dat zijn ze. Ik hem altijd bij me kan dragen. En, dus je hebt ze wel bij je? En ook niet zo pijn in mijn nek krijgt ervan. Nee, precies. Dus dit zijn... Wat mooi. Deze vertegenwoordigen eigenlijk het succes van jou in Sochi. Ja. En jouw carrière kan nu al niet meer kapot, hè? Nee, nou ja, mijn droom is, mijn Olympische droom is in ieder geval al uitgekomen. Ja, dus, Nu nog een paar WK's. Ja, nieuwe dromen maken, zeker. Hey, moet ze dat nog passen? Ja, of? Nou, ik dacht het is misschien nog wel mooi erbij. Ja. Dat geel komt mooi terug in, wil je het heel gauw deze aanschieten en die uit? Neem ik die aan? Okay. Hey, jij hebt gewoon, geen probleem. Ja, nee, een Olympisch kampioen of een Olympisch medaillewinnares heeft natuurlijk haar assistenten. Ja. Ik heb precies. Al aan je voeten gelegen. Ja, kijk. Zo, kijk. Ja, die klust ook heel mooi bij. Ja, dit is gewoon meer... Iets nonchalant. Assistent van de assistent van de assistent. Pas op jij. Ja, nee super. Mooi. Welke gaat het worden? Ja, ik denk er niet helemaal over uit eigenlijk. Nou, dan gaan we wat drinken. En we gaan even schoenen halen, want zo kan je niet naar buiten. Hè? Nee, en trouwens, je hebt het gehoord, hè? De modetip, hè? Dat kan niet meer, hè? Nee. Rood. Nee. Blauw, hè? Dat wordt blauw, hè? Ja. Dus we moeten ook eventjes nagellak kopen. Dit was Mens en Mode. voor deze week. Dankjewel dat je onze gasten was. Ja. En ook bedankt. Het was eigenlijk bedankt. Een soort het is erg leuk. Eerbetoon van mij aan jou. Omdat ik vind dat je... Ik heb gezien hoe had jij die 4 jaar... en eigenlijk daarvoor ook maar de laatste 4 jaar... hoe had je hebt geknokt en gevochten om daar te komen. En je hebt het gered. En dat wilde ik eigenlijk de mensen ook laten zien... Hoe had je daarvoor moet werken? Dit was Mens en Mode van mijn kant. Nou, traditie is dat Annemarie altijd afscheid neemt met tot ziens, tot tunte. Maar dat gaan we niet doen.
deze niet. Keer? Nee, maar Go gaat dat doen. Oh, hoe eindigen wij altijd? Goed. Dank u wel voor het helemaal kijken goed. En tot ziens. Tot ziens, tot Tuinte. Doei. Kom, we gaan maar drinken. Maar van waar heb jij? Oh nee, dat zeggen we niet. Hè? Nee, dat zeggen we niet. Dat zeggen we niet. Maar het is Mens en Mode wordt mede mogelijk gemaakt door Tuinte.